Peter van Vossen 1-0 verloren bij FC Os. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, ik vond de eerste helft vond ik teleurstellend. En van beide kanten hoor. Ik zat naar een wedstrijd te kijken waar ik dacht van joh, die heb ik ook wel eens gespeeld of met Oud Internationals of Lucky Ajax of Feyenoord. En, je viel niet in slaap? Nou, nee, ik viel niet in slaap, maar het was niet om aan te zien eigenlijk. En, van beide kanten. En, dan zie je gelukkig toch een andere tweede helft waar het tempo omhoog gaat. En wat je normaal weet is dat wedstrijden altijd tussen de 60 en de 90ste minuut worden wedstrijden beslist in de Europa League. En daar zaten we op een gegeven moment zaten we goed in de wedstrijd. En dwingen we wat halve kansjes af, veel te weinig. Maar qua organisatie, verdediging stond wel goed. Geven ook niets of nauwelijks iets weg. En dat is eigenlijk het enige positieve aan deze wedstrijd. Ja, inderdaad, de eerste helft totaal anders vergeleken met de tweede helft. Want de tweede helft kwam ze echt wel goed uit de startblokken, Fortuna. Hoe kan dat? Ja, wat ik zeg, het tempo ging omhoog. Os ging het tempo omhoog gooien en wij moesten mee. En we kregen wel heel veel ruimte om nog wel eens om wat ballen weg te steken. En dat zijn we net iets onnauwkeurig in. En ja, goed, dat... Ja, daar moet je wat geduldiger in zijn. Ik vind ook dat we iets geduldiger in balbezitter moeten zijn. Nou, dat doen we niet. En dan zie je toch, qua organisatie, hoekschoppen, krijg je toch in de 80ste minuut krijg je een goal tegen. En, ja goed, dan weet je eigenlijk al dat het verloren is. In die zin dat we nog wel proberen om te wisselen. We brengen nog een centraal verdediger, brengen we nog naast Tony de Groot. Tony de Groot nog gewisseld, omdat ik vond dat Seko totaal niet in de wedstrijd zat. Nee, klopt. Het speelt niet zo heel lekker. Vorige week ook al niet heel erg. Nee, die worstelt echt met de laatste week worstelt hij echt met zijn vorm, zeg maar. En hij zal toch uit een ander vaartje moeten tappen. Wil die eerste spits van Fortuna blijven? Ja, je zei het zelf al, van we hebben er nog wel alles aan gedaan om, ja, om die gelijkspel er in ieder geval uit te halen. Vol op de aanval te gaan. Vergeleken met vorige week, je reageerde nu echt meteen. Vorige week duurde dat wat langer. Hoe komt dat? Wat bedoel je? Nou, vorige week kwam in de laatste minuut pas Donny de Groot erin. En nu is het echt meteen, na de 1-0 ging je meteen op de aanval. Nee, daarvoor al hoor. Daarvoor hebben we Donny de Groot al gewisseld. Ik bedoel met een extra aanvaller in de spits. Nee, goed, maar dat is ook de wedstrijd. Je moet gewoon per wedstrijd moet je kijken. En soms heb je het gevoel dat je direct moet wisselen. En soms heb je het gevoel dat je nog even moet wachten tot de organisatie dan goed staat. Mm-hmm. Want wij denken op dit moment, moeten we denken aan balbezit tegenstanders, zeg maar. Dus dan heb je wel mensen nodig die in de organisatie mee lopen. En kijk, als wij een balbezit kunnen denken, dan kun je. En als je op de helft van tegenstanders speelt, kun je heel anders denken. En ja, dat was vandaag was het gewoon totaal niet het geval. Ja, we zijn bezig aan een ieder negatieve reeks van verloren duels. Volgende week natuurlijk de kraker voor tegen MVV. Waarom hoeven de fans zich nog geen zorgen te maken? Nee, je mag je al... moeten ze dat wel? Nee, maar goed, nogmaals, we hebben in ieder geval aangekondigd dat het nogmaals is een seizoen van verjonging en vernieuwing. En alles is gericht op dit jaar gewoon het overgang van vorig seizoen. Er zijn 3 spelers weg, je levert 20 goals leven hier in. Er is wat ervaring weggegaan in de winterstop. Het is allemaal prima en dat vind ik ook allemaal. Daar hebben we ook allemaal met z'n allen voor gekozen. Dus ze hoeven zich inderdaad geen zorgen te maken, omdat we nogmaals intern weten waar we mee bezig zijn, dat we stappen maken. In de organisatie en ja, je moet het totaal op beeld zien. En ik kan best begrijpen dat er fans zijn die zich zorgen maken. Maar goed, ik kan in ieder geval die fans wel geruststellen dat het niet hoeft. Nee, dat is een goed teken inderdaad. Want er zijn een heleboel fans natuurlijk die hebben daar begrip voor en die willen daar best wel op wachten. Maar die wedstrijd van volgende week tegen MVV die staat gewoon op zich natuurlijk. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is een derby en dat zijn speciale wedstrijden. Die moet gewonnen worden, ja. Nee, ja, precies. Maar goed, het is hetzelfde wedstrijd als tegen Roda en MVV. En VVV, dat zijn gewoon, in Limburg leeft het enorm. Dat heb ik al zo vaak aangegeven. Dat zijn wel de makkelijkste wedstrijden voor een coach. Zeg maar, hoef je niks te doen. En iedereen brengt dan wel datgene wat we vanavond niet kunnen brengen. En dat is soms wel eens zorgelijk. Ja. Wat voor Fortuna staat er volgende week? Ja, in ieder geval, ik denk een Fortuna wat strijdbaar is. Wat die wedstrijd wil winnen. Omdat het nogmaals een op zich staande wedstrijd is. Maar goed, als trainer, ik hou er niet zo van. Ik vind gewoon wel dat je gewoon elke week er moet staan. En, waar hou je niet precies van? Dat spelers dan wedstrijden uit zouden kiezen om die speciaal te doen. Ja. Maar van sporters begrijp ik het wel, maar van spelers niet, zeg maar. Ja.
Oké. Nou, heel veel succes alvast en spreek elkaar. Dankjewel. Succes.